Episode 51. Welkom bij de Sophie's Choice Podcast Show. Mijn naam is Sophie, ik ben psycholoog, schrijfster en onderneemster. En mijn intentie met deze podcast is jou inspireren, jouw licht volledig te laten schijnen op jouw unieke manier. Ik neem je mee in mijn persoonlijke reis van een psycholoog in dienst met veel beperkende overtuigingen naar een succesvolle onderneemster die haar licht volledig durft te laten schijnen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Oké, okay, lieve podcastluisteraars. Dit is de eerste keer dat ik de podcast opneem met nieuwe apparatuur, dus ik ben heel erg benieuwd of jullie het geluidverschil ook merken. Het is maandag. Ik ben helemaal zen. Iedereen hier in de wijk is naar zijn werk toe en dat is voor mij echt zo'n beetje zo'n magisch gevoel dan, want dan is iedereen weg en ben ik ongeveer als enige hier aanwezig samen met Bonky heerlijk in de tuin het is prachtig weer het voelt echt een beetje als een vakantiedag en dat vind ik zo grappig want vroeger zag ik altijd heel erg op tegen de maandagen dan was ik op zondagavond eigenlijk al een soort van ziek van oh my god morgen moet ik weer naar mijn werk en nu ja nu is dat natuurlijk helemaal anders sterker nog ik heb gisteravond een heel gaaf nou, het was geen interview. Ik heb meegedebatteerd uh, met nog een aantal andere hele inspirerende ondernemers over het hele fit gedoe. En of we zijn doorgeslagen in het stukje fitness, ja of nee. Of in de gezonde lifestyle, ja of nee. Als je die uitzending wilt terugluisteren, kan dat op NPO Radio. was echt heel erg leuk om te doen. En voor mij ook een soort van bewijs van de law of attraction. Want eerder die week, uh, precies een week daarvoor, had ik tegen mezelf gezegd: van zo. Je moet eigenlijk, ik moet natuurlijk niks, maar je moet eigenlijk stoppen met letterlijk om dingen vragen. Ik weet dat ik een, eerder ook een episode heb opgenomen over hoe vraag je het universum wat je wilt en hoe weet je dat je het juiste vraagt. Als je die nog niet hebt geluisterd, ik zal de link in de, app, uh, link in de beschrijving even plaatsen in deze episode. Um, maar uh, inmiddels ben ik ook een beetje op het punt dat ik heel goed weet hoe ik om iets kan vragen, maar dat ik het eigenlijk spannender vind om dus niet meer zo concreet om dingen te vragen. En wat de koers in Miracles daar heel erg over zegt... is dat op het moment dat je eigenlijk vraagt om iets... dat het dan magic is, magie eigenlijk. Maar op het moment dat jij durft te zeggen van... ik laat het volledig over aan het universum... dan gaan er eigenlijk de echte wonderen ontstaan. En ik heb dus vorige week in mijn meditatie gezegd van: oké, okay, deze week ga ik helemaal niks concreets vragen. Soms vroeg ik dan bijvoorbeeld: ik wil vandaag een bestelling binnenkrijgen, of ik wil vandaag een new dream member inspireren, of ik wil vandaag dit, of dat, of zus of zo. Dus ik heb in het begin van vorige week gezegd: ik laat het volledig los en ik ben bereid jullie helemaal te volgen. Het grappige was dat ik dezelfde dag dus gebeld werd door Radio 1 of ik afgelopen zondag in hun radioprogramma wilde komen praten. Wat ik dus super komisch vond, want op het moment dat ik dus besloot alles los te laten, dan kan dus het universum je dus nog meer geven. Wat er gebeurt als wij om iets vragen, is dat wij eigenlijk het grotere geheel blokkeren, want je vraagt letterlijk iets aan het universum. Het universum, hè, dat is gewoon je body. Als je dat vraagt, dan wordt het je gegeven. Zeker als je daar geen resistent uh, gedachte over hebt. Maar op het moment dat jij vraagt, is dat wat je krijgt. En dan is dat ook letterlijk alles wat je krijgt. Maar op het moment dat je het vragen durft los te laten en durft te zeggen: Oké, okay, ik vertrouw jullie volledig. En um, ik ben heel erg nieuwsgierig wat jullie allemaal voor me in petto hebben. En ik ben bereid de steering wheel, want dat heb ik gezegd: Ik ben bereid de steering wheel volledig los te laten en jullie volledig te volgen. Dan komen er dus dingen op je pad die je waarschijnlijk zelf niet eens had kunnen bedenken. Want ik had ochtends niet bedacht: van... oh, wat lijkt het wel leuk om op de radio te komen, of hè, om daarmee via de radio nog meer vrouwen te inspireren. Maar dat krijg ik wel. En ik vind het dus ook super cool dat dat gebeurt. En um, nou ja, los nog van het feit dat het natuurlijk leuk was dat ze me belden, was het nog cooler dat gisteren ook echt wel een soort van law of attraction moment was. We waren uh, het wordt opgenomen in een gele bus. Zij toeren daarmee rond. En het waren echt allemaal hele gave onderneemsters die aanwezig waren. Die ook allemaal wel echt op het spirituele pad zitten. Dus ik vond dat heel erg nou, bijzonder om die uh, vrouwen en ook uh, mannen te ontmoeten. En dus echt weer een ja, soort van nieuwe ja, energieën bij elkaar te kunnen bundelen. En nou, wie weet wat daar vandaaruit weer gaat ontstaan. Maar het was in ieder geval een heel magisch moment. Dat wilde ik even met jullie delen. Ik wilde iets uh, recorden vandaag, uh, wat wel ja, best wel een beetje persoonlijk is en waar ik ook heel even over heb moeten nadenken van ga ik dit nou op deze manier doen, ja of nee. Maar mijn eerste intuïtie was toch van zo ga het gewoon doen, uh, voornamelijk omdat de les die ik hierdoor geleerd heb zo belangrijk voor mij was dat ik eigenlijk ja, niet anders kan dan het met jullie delen. Uh, omdat, nou ja, dat is gewoon wie ik ben. Ik ben heel erg mezelf. En ik wil heel graag jullie meenemen in mijn pad. Om op die manier hopelijk jou ook te mogen inspireren. Wat ik ga doen: ik ga een mail voorlezen: een mail voorlezen van iemand die uh, mij anoniem iets heeft gestuurd. En, um, nou ja, here we go. Je laat, zonder niet hoi Sophie of whatever, gewoon, het begint. Episode 50. Je laatste episode podcast laat horen wat ik al langer vermoedde. Ironisch ook, omdat jij zo hard schreeuwt dat uniek zijn belangrijk voor je is. Waarom ironisch? Je bent niet uniek en je bent een slechte kopie van Marie Forleo en Gabby Bernstein. De wereld heeft jouw unieke gift nodig. Kom op, dat zegt Marie Forleo. En je geweldige lightworkers, lichtwerkers... Zo, trouwens, met een spelfout, maar goed, maakt niet uit. Wordt gebruikt door niemand minder dan Gabby. Nee, uniek ben je niet. Je triggerde me op een positieve manier toen ik je op Facebook tegenkwam, maar nu niet meer. Ik heb je echte kleuren gezien. En ik begrijp niet waarom anderen dit niet zien en je al eerder niet hebben ontmaskerd. Je hebt een goed rookgordijn om je heen gebouwd en je hebt ook een grote plaat voor je kop. Verkondigen dat je niet zegt hoe mensen iets moeten doen, je hebt je tot goeroe verheven. Je hebt je zo tot goede vergeven dat je het niet eens meer zelf ziet wat je doet. Je eigen leven verheerlijken. Bah. Verkondigen wat goed is en fout is. Bah. Je hoort je graag praten en gelijk hebben en verwacht dat iedereen je volgt. Dat is geen inspiratie, maar goede gedrag. Doe eens je best om mensen meer in hun waarde te laten en je van je eigen troon te komen. De echte wereld in. Kleine tip: nu je op ondernemers richt, adviseer ik. Om meer uniekere tips te komen. De tips die je in de laatste episode geeft zijn. Voor, veel te voor de hand liggend. Werkte misschien bij niet ondernemers maar voor ondernemers moet je echt van betere huizen komen. Je voelde hem zelf al met deze episodes sla je de plank volledig mis. Niets inspirerend en je pronkt met anderen hun levenswerk. Geef credit wie het verdient en wees niet zo ingenomen. Ik wil je met ingang vanaf nu ook uit je droomwereld helpen. Ik ben niet jaloers op je. Ik verlang niet naar jouw leven of wat jij doet, ondanks dat je dit vast denkt door deze mail. Neppe mensen kan ik niet tegen en dat zie ik in jou. Ik hoop dat je eens goed in de spiegel kijkt en ophoudt met sprookjes te vertellen. Dan is er nog hoop voor je. En dat ben je de mensen die je volgen en geld aftroggelt verschuldigd. Practice wat je preach. Zo mooi kun je zeggen. Maar ga ook leven en minder zelf ingenomen van jezelf zijn. Dat gaat je sieren. Afzender onbekend. <laughs> en oh my god, lieve mensen. Ik ga niet liegen. Ik was echt eventjes geraakt door die mail en uh, ik krijg niet zo heel vaak van dit soort mailtjes, soms krijg ik wel eens van dit soort mailtjes, maar minder tot in detail als dit mailtje. En hij kwam echt eventjes binnen. En uiteindelijk ben ik zo ultiem dankbaar voor deze mail. Ik ben bijna geneigd om die persoon een mail te sturen en te zeggen: oh my god, dank je wel voor dit mooie cadeau. Want wat er bij mij gebeurde is dat ik zo geraakt werd. Dat ik echt dacht, ja, maar dit wil ik niet. Ik wil niet dat ik zo geraakt kan worden door een mailtje. Dat, dat, dat is niet waar uh, leven vanuit verlichting voor staat. Dat is niet wat de koers in Miracles ons leert. En wat ik dus zo ontzettend gaaf vind van het universum, en dat is natuurlijk ook wat Abraham Hicks ons altijd leert: is dat op het moment dat er iets gebeurt in je leven wat je als niet fijn ervaart, dat het eigenlijk een rocket of desire creëert bij je om het tegenovergestelde te wensen. Dus sterker nog, we hebben dit soort dingen in ons leven ook nodig om weer te voelen: oh ja, wat wil ik wel, wat wil ik niet? En door deze mail werd er een enorm verlangen bij mij getriggerd om niet door dit soort mails op een niet fijne manier beïnvloed te worden. Um en wat dan dus zo gaaf is aan het universum. En dat is echt dankzij Rose en mijn guide. Die helpen je dan vervolgens ook echt om daaruit te komen. Dus het eerste wat ik dacht is: oké, okay, zo, let it go voor nu. Ga even lekker slapen. Dus ik ben lekker gaan slapen. Ik had die, van, die nacht een fantastische droom. Over dat ik met Oprah aan tafel zat te filosoferen. Dus gelukkig had ik mijn dromen in die zin helemaal niet beïnvloed. En de volgende ochtend werd ik wakker. En ik dacht: weet je wat, ik ga de Crash Course in Miracles opzeggen, opzetten. De Crash Course in Miracles is een um, podcastkanaal een, ja, een podcast wat ik uh, heel fanatiek volg. Ik ben echt heel erg fan van, uh, van dat kanaal. En voor mij vertaalt dat kanaal eigenlijk uh, de Course in Miracles op een hele nou ja, prettige manier. Dus als je ook geïnteresseerd bent in de Course in Miracles, zou ik echt de Crash Course in Miracles ook aanraden. Ik zal de link naar hun podcast ook even in de episode plaatsen. By the way, als je het over slecht geluid hebt, <laughs> dat kanaal heeft echt heel slecht geluid. maar goed. Dat, uh, dat, is, uh, dat is hoe het is. Ik ga eens even kijken wat ik heel erg uit die episode gehaald heb. Want wat ik uit die episode gehaald had, en dat voelde ik dus nadat ik, ik heb een episode geluisterd van hun wat ging over relationships. En eigenlijk is deze mail ga, komt natuurlijk direct binnen op je stukje relaties. En wat ik me door de crash course in miracles heel erg realiseerde, want dat is wat zij zeggen, is, ik zal even voorlezen wat zij zeggen. Ze zeggen: No one gets angry at a fact. Only of their perception or interpretation of their own emotions. I am doing this to myself. The lesson is to forgive. Forgiveness is a miracle. Saying to yourself, I'm only human is forgiveness. Waar ik heel erg achter kwam toen ik deze mail binnenkreeg, is dat onze Diepste angst, en ik zeg ons omdat ik weet dat het uiteindelijk vanuit de psychologie gezien ook de angst is van ons allemaal, dat je uiteindelijk alleen komt te staan. Dus zo'n mail triggert natuurlijk enorm de, de angst voor afwijzing, de angst voor: oké, okay, misschien vindt niemand me meer leuk en kom ik echt helemaal alleen in de wereld te staan. Dat is wat het triggert. Um, en Waar ik dus achter kwam, is dat op het moment dat iets je zo raakt, je het altijd door de, en ik zet verkeerde tussen aanhalingstekentjes, verkeerde ogen bekijkt. Source kent alleen maar liefde. Source is een plek van liefde. En die kent dus ook alleen liefdevolle gedachten. Dus op het moment dat jij zo'n mail leest en je wordt erdoor geraakt, dan betekent het dat je het vanuit een ego-perspectief bekijkt. Anders zou je niet kunnen raken. Wat de Crash Course in Miracles in die aflevering ook zei is van het beste wat je altijd kan doen is pray for them. Pray for them en hoop dat zij uiteindelijk ook op die plek komen. Forgiveness is niet het punt Eén momentje hoor. Bonk loopt heel erg aan spoot en ik ga hem heel even stop stop, halt roepen zeg maar. Eén momentje. Bonk ja. Excuses. Bonk heeft een soort van tik dat op het moment dat ik een podcast ga uh, opnemen, dat hij aan zijn poot gaat likken. Maar wat ik wil zeggen, forgiveness is niet um, dat je tegen iemand zegt, weet je, ik vergeef je voor wat je hebt gedaan. Het is oké. Okay, en ik sta boven jou. Nee, forgiveness is dat je bereid bent naar de situatie te kijken en te onderzoeken. Wat zegt dit over mij? En wat dit over mij zegt, is dat ik eigenlijk mezelf. Moet vergeven. Voor het feit dat ik ook nog steeds angstig ben en kwetsbaar ben. En ook nog steeds soms voel van oh my god, wat als ik alleen kom te staan. Wat als niemand meer van me houdt. Wat als dit allemaal wegvalt. En daarbij ook te onderzoeken van goh heb ik dit ook ooit gedaan? Nou, ik heb natuurlijk nooit een mail naar iemand op deze manier gestuurd. Um, maar tuurlijk, ik ben ook een mens. Dus ik denk ook heus wel eens dingen over mensen. Waarbij ik denk van jeetje, wat een zelfingenomen iemand. Of um, nou dat zou ik niet op die manier doen. Natuurlijk, wees eens even eerlijk, als je hier naar luistert, dat hebben we allemaal, dat soort gedachten. En daarmee zeg ik niet van, oké, okay, prima dat je me deze mail stuurt, absoluut niet. Ik bedoel, goed, dat moet die persoon helemaal zelf weten. Maar de kunst is dus in dit soort situaties te kijken, wat doet het met mij, wat gebeurt er en waar moet ik mezelf voor vergeven? En waar ik mezelf voor moet vergeven, is het feit dat ik dit soms ook doe. Niet op die manier, maar in mijn hoofd natuurlijk wel. En dat het ook mag, want we zijn allemaal mens. En dat is de les die ik er heel erg uit haalde dat true forgiveness ook betekent tegen jezelf I am only human. En wat de koers in meerkomst ons dus heel erg leert is altijd te kijken naar de vergelijkenissen met andere mensen, dus ook met dit soort mailtjes van de persoon van wie ik dit nu heb gekregen te onderzoeken. Wat zijn onze gelijkenissen? En onze gelijkenis is dat we allemaal mens zijn en dat we allemaal wel eens dit soort dingen denken. De manier waarop we het uiten is verschillend, maar we doen het wel allemaal. En je zult dus merken dat op het moment dat je jezelf daarvoor kan vergeven, dat meteen ook de lading wegvalt. In ieder geval bij mij wel. Ik heb daar eerder ook een episode over opgenomen. Die heet de asshole exercise Ook die zal ik eventjes in de beschrijving van de episode plaatsen. Daar leg ik de, 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 de uh, oefening eigenlijk nog beter uit. Maar waar het dus heel Erg over gaat is dat je jezelf kunt vergeven en ik vind dat dus echt nou ja, magisch om maar even toch in die termen te blijven. Om dan te merken dat ik direct die hele emotie was meteen weg en opeens voelde ik een soort van diepe dankbaarheid voor het feit dat ik deze mail had gekregen. want Als ik deze mail niet had gekregen, had ik dit inzicht niet op zo'n diep niveau gekregen. En was ik dus niet opnieuw weer een stukje spiritueel gegroeid. Want elke keer als er zoiets gebeurt en elke keer als jij een soort van aha moment hebt, groei je weer een stukje spiritueel. Dus onthoud ook dat ook dit soort dingen ook echt manifestaties zijn in de positieve zin van het woord. Dat op het moment dat je tot een inzicht komt, dat is ook een manifestatie. Weet je, niet alleen geld verdienen is een manifestatie, maar dit soort dingen zijn ook een manifestatie. En... Nog even terugkomend op het feit hoe het universum ons vervolgens weer helpt. Als we dan eventjes refereren naar Gabby Bernstein, die zo'n prachtig boek heeft, The Universe has Your Back. Dat voelde ik in deze situatie ook echt compleet. Want um, ik, ik uh, had die podcast geluisterd van uh, The Crash Course en toen dacht ik opeens aan Brene Brown. En ik heb Brene Brown haar boeken gelezen toen ik eigenlijk begon aan mijn hele ondernemersavontuur, omdat toen perfectie nog heel erg in mijn systeem zat. Brene Brown heeft het boek geschreven: De Moed van Imperfectie. Ik zal de link daarnaartoe ook even plaatsen in deze episode. En zij heeft me daar onwijs in geïnspireerd. Maar ik heb zeker al anderhalf jaar nou ja, haar boeken niet meer gelezen, of ook niet zo heel erg bewust aan haar gedacht. En opeens dacht ik: Weet je. Ik weet zeker dat Brené me hier nog iets over kan leren. Dus ik op, uh, op uh, iTunes even uh, zoeken naar Brené Brown. En toen kwamen er twee episodes naar boven van um, Oprah Winfrey en Brené Brown. Ik luister, ik zet die podcast episode aan. En waar gaat het over? En dit, vind ik dan echt, dit zijn echt mijn joy-momenten. Het gaat dus meteen over het feit dat, uh, dat uh, Brené Brown bij Oprah zit. En dat ze begint te vertellen over een quote. Ik zal hem zo meteen voorlezen. En dat, ze dus, dat, dat haar voorbeeld dus was dat zij een TED Talk had gegeven en die is viral gegaan. En iedereen had in haar omgeving tegen haar gezegd: Brene, ga niet de comments lezen. Lees de comments niet, want dat gaat alleen maar heel veel triggeren. Maar Brene had toch de comments gelezen en er zaten natuurlijk ook heel veel onaardige comments in. En toen was ze de hele dag daar eigenlijk helemaal door van uit het veld geslagen. En toen was ze gaan, gaan binge-watchen op uh, Downton Abbey. Ik ben ook echt een Downton Abbey-fan, misschien jij ook wel. En toen aan het einde van die dag was ze gaan googelen op, um, op uh, Google uh, wat er eigenlijk in Amerika afspeelde rond de tijd van Downton Abbey. En toen kwam zij dus deze quote tegen. En die quote is, even kijken hoor, ik pak hem er eventjes bij. Die quote is van Theodore Roosevelt. En wat hij zegt, it is not the critic who counts. Not the man who points out who, how the strong man stumbles or where the dower of deeds could have done them better. The critic belongs to the man who is actually in the arena, whose face is married with. Bij dust en sweat en blood. Nou, die quote gaat nog even verder. Maar ik vond het zo grappig. Dat is dus op het moment dat ik al jaren. niks van Brene heb geluisterd. En het eerste wat ik van haar aanzet. dat het precies over de situatie zit, gaat. waar ik dus in zat. En dat deze quote naar boven kwam. En wat Brene ook zei: van Weet je, het gaat erover. Of je in die arena durft te staan. En ja, ik durf in die arena te staan. En heel veel van jullie die luisteren durven ook in die arena te staan. En wat zij ook zei, weet je, als jij niet de gat hebt om het in mijn gezicht te zeggen. Weet je, als jij niet de gat hebt om zelf ook in de arena te gaan staan. Kom dan niet met anonieme mails of, of, of comments naar mij toe. Wees dan ook een man en ga zelf ook in de arena staan. En dan, dan kan ik je horen. En ik vond het zo spot aan. En ik was echt wel helemaal cheerful in mijn ding. Oké, okay, go Brene. <laughs> en over en Brene hebben in die podcast episode ook echt heel veel lol samen. Dus ik was echt compleet in een high energy. Omdat ik en een hele magische les heb geleerd voor mezelf: over het stukje vergevenis of vergiffenis, en dus ook weer wederom die bevestiging heb gekregen over hoe het universum werkt. En hoe gaaf het universum altijd teruggeeft wat je verlangt. En op het moment dat je iets meemaakt wat niet fijn is. En je bent direct bereid te gaan kijken van oké, okay, maar zo wil ik me niet voelen. Dan geeft het universum je directe tools om daardoor heen te werken. Maar je moet wel bereid zijn te kijken naar wat het met je doet. Als je alleen maar zegt van oh my god, ik wil dit niet voelen, ik wil dit niet voelen. Dan... Trek je er meer van aan? De wet van aantrekking kent geen verschil tussen ja tegen iets zeggen en nee tegen iets zeggen. Zodra jij eraan denkt, komt het in je aandacht. Dus de kunst is om dat soort situaties niet te denken: oh my god, ik wil dit in het voelen. Nee, omarm die emotie. Ik heb die emotie ook omarmd. Ik voelde even. Het verdriet. Ik voelde even van: oh wauw, wat naar dat iemand dit zo over mij zegt, waarom zijn mensen zo gemeen? En vervolgens ben ik gaan kijken: oké, okay, maar wat zegt dit over mij? En hoe kan ik hier iets uit leren? En dat, lieve mensen, is echt de magie van dit leven als je op die manier erin durft te staan en dus echt al je emoties durft te omarmen de mooie emoties de niet minder uh, mooie emoties en dan zijn er altijd lessen die je kunt leren op een hele magische en waardevolle manier ik hoop dat deze episode iedereen alle vrouwelijke ondernemers die twijfelen of ze zichtbaar willen zijn omdat ze dit soort mailtjes niet willen ontvangen juist mag inspireren om jezelf zichtbaar te maken want ja dit soort mailtjes zullen komen als het komt, het hoeft niet trouwens per se, maar als het komt, kijk er op een liefdevolle manier naar. Probeer het door de ogen van liefde te bekijken. Ontdek wat het voor jou betekent. En geloof me, dan is het eigenlijk, dat zegt de koers in A Miracles ook: de mensen die jou het meest irriteren, de mensen die jou het meest boos maken, de mensen die jou het meest raken, dat zijn de beste teachers. Want die leren jou waar jouw pijnpunten nog liggen. En op die manier kun je leren hoe jij nog verder spiritueel kunt groeien. Dus geloof me, ga staan voor wie je bent. Stap in die arena. En misschien komen er comments, maar niets wat jij niet aan kunt. Ik hoop jou wederom te hebben mogen inspireren om echt jouw licht te laten schijnen op jouw unieke manier. En dat hoeft helemaal niet zo groot te zijn dat je dat heel groot op social media doet. Dat mag ook gewoon. In je huidige baan zijn of, of in je opvoeding van je kinderen. Er is altijd een arena waar je in kunt stappen. Maar ga ervoor staan en geloof in wie je werkelijk bent. Een krachtige, bijzondere, mooie, gifted vrouw. Ik wens jullie een prachtige dag toe. En ik spreek jullie de volgende keer weer wanneer ik de inspiratie voel. Oké, okay? ciao.